hallo, daar ben ik weer. Sorry dat ik er vorige week even niet was. Het nieuwe politieke jaar is nu echt begonnen en ik wil hem ook positief beginnen. En daarom gelijk een hele moeilijke vraag voor onze politici. Wat doet ons kabinet nou wel goed aangaande corona? Wat doet het kabinet nou wel goed? Goeie vraag. Weet jij wat? Even denken hoor. Ja. Nee. Nou, ik moet heel lang nadenken. Nou, werkelijk helemaal niets. Dit is zo ongeveer de worst timing ever, Tom. Dus het gaat om het coronabeleid. Ja. Moet ik er even een kop thee bij halen? Of? Nee, we komen er wel. Heb je even tijd nodig? Nou, jeetje, ja. Nee. Dit is gewoon een grote puinhoop. Er kan niks meer normaal met deze regering. Ik vind dat er in de steunpakketten best veel goede acties zijn geweest. Ja, wat doen we wel? Goed. Nou, ik ben op tijd op mijn werk. Nou, ze gaan de terrassen ooit weer eens opengooien. Ik doe iedere dag een stuk of 20 webexen. Als ik dan echt iets positiefs moet zeggen, dan... Ja, dan gaan ze vanavond weer een persconferentie doen. Ja. Nee, het spijt me echt verschrikkelijk. Normaal heb ik mijn antwoord altijd wel klaar, maar op dit punt... Dit is mijn meest moeilijke vraag ooit, denk ik. Nee, dat is er niet. Er zijn eigenlijk ook heel veel dingen waarvan ik denk dat ik zo niet mijn best erop doe, dan mogelijk het zelfs goed doe. Het wordt eigenlijk alleen maar slechter. De puinhopen worden alleen maar groter. Het kabinet doet heel veel beleidsmatig goed. En ook op COVID doen we erg veel goed. Wat dan? Geef eens een voorbeeld. Kijk even naar het relatieve aantal doden in Nederland ten opzichte van andere landen om ons heen. Kijk even naar hoe wij al veel meer mensen hebben die immuun zijn. 25% tegen 10% in Duitsland. En 5% in Denemarken, die dus veel langer moeten doorgaan met maatregelen en andere dingen. Omdat wij gewoon een steeds een veel grotere groep mensen hebben. Dat is denk ik omdat we goed hebben gedoseerd met het soort lockdown. Ja, dat is leuk. Je kan je altijd vergelijken met een land dat het slechter doet. Dat is waar. Maar als je dan bedenkt dat in, ik geloof, 22 staten in de Verenigde Staten nu al de maatregelen worden losgelaten, mondkapjes worden weggegooid, dan doen we het vrij slecht. Wat doet dit kabinet wel goed aangaande corona? Aan? Gaande corona. Te zorgen dat wij zo snel mogelijk de mensen kunnen vaccineren en dat we zo snel mogelijk de economie weer aan draaien kunnen krijgen. Als ik kijk naar Londen en Tel Aviv en New York, hoe de terrassen gevuld zijn, hoe mensen hun normale leven weer oppakken. Ja, en hier is het nog niet het begin van de oplossing. Het vaccineren vind ik nou niet zo'n heel sterk voorbeeld. Ja, we moeten het wel tempo gaan maken, maar daar zijn we wel met z'n allen bij. Dat gaat toch juist heel slecht, of ben ik nou gek? U vindt het positieve ding het vaccineren? Positief is dat we moeten gaan vaccineren. Het is één grote stroom van ellende. Kijk, er zijn zo'n 3 miljoen mensen die kans lopen op een ernstig verloop van corona. En die hadden al lang al vrijwillig gevaccineerd kunnen zijn. En dan waren onze IC's leeg. Ja. En dan was er geen lockdown meer. En dan was alles weer normaal. Ik ben volgende week, word ik 40. Nou, vooruit 50. Ik had een feestje georganiseerd. Voor de uitnodiging nog? Ja, altijd. en ik kan het gewoon cancelen. Het leek heel mooi gelijk op te gaan natuurlijk, hè? 20 april en de versoepelingen, maar... Even wachten, dus de IC-bedden liggen vol, ja, de zorg heeft het heel druk, er overlijden mensen aan corona. Waar maakt meneer Van Dijk zich zorgen om? Om zijn verjaardagspartijtje. Jongen. Jezus Christus van Nazareth, echt. Je wordt niet elke dag 40, hè? Als ik aan de rest van Nederland vraag of ze positief zijn over ons vaccinatieplan, dan is het een eenduidend antwoord nee. Ik begrijp die mensen dat ze misschien teleurgesteld zijn dat het niet snel genoeg gaat. Maar laten we het glas half vol. Er zijn er meer dan 3 miljoen gevaccineerd. En ik hoop dat het nu sneller kan gaan. En zeker met het bericht van gisteren dat er 12 weken tussen mag zitten. Dus dan kunnen we die eerste spuitjes nog sneller zetten. Ja. Dit vindt u echt het positiefste punt van hoe men corona behandelt, kabinet. Nee. Als we over het positiefste punt hebben, vind ik, en daar zijn we denk ik als kampioen in Europa in, dat als je ziet wat het kabinet gedaan heeft om de bedrijven te ondersteunen, daar is bijna 70 miljard naar bedrijven gegaan. En ook hier weet ik, en ik heb elke dag gesprekken met ondernemers die nog steeds tussen wal en schip vallen, maar we hebben wel 70 miljard ingestopt en volgens mij zijn we koploper in Europa om die economie toch staande te houden. En ik ben ervan overtuigd, als we snel vaccineren, dat die economie ook snel weer opklimt. Ja, want die 70 miljard, ja, als je het zo bekijkt, dan is bijna 1 miljard naar een of andere gekke stichting die gaat testen of we een testsamenleving willen, natuurlijk een peulenschil.
Ja, maar die staat los daarvan van het ondersteunen van de bedrijven. Dat zijn experimenten die ze gaan doen. Dat is een heel boel geld, hè? Dat is zeker een heel boel geld. Voor een heel ontransparant gebeuren. Dat weet ik niet. Daar kan ik langs niet over zien. De kamer heen gaan met zoveel geld. Daar kan ik niet over zien nu. Maar u heeft niet het gevoel van 925 miljard zonder dat er aan de Kamerleden wordt gevraagd of dat akkoord is? Ik ga ervan uit dat mensen die ervoor verantwoordelijk zijn er ook netjes verantwoording over afleggen. Ja, dat mag ik. Ja, dat is ja, jullie taak om dat te controleren. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, dus dat is gisteren naar buiten gekomen volgens mij. En volgens mij zijn we hier inderdaad om de regering te controleren. Okay. Maar laten we ook positief zijn op wat we wel doen. En natuurlijk, het is een coronatijd. Het gaat niet snel genoeg. Mensen willen meer. En ook zelf, dat geldt voor mij, voor mijn gezin. We willen liefst zo snel mogelijk naar buiten, we willen liefst zo snel gaan familie naartoe. Nee, maar het begrip van alle politici, dat kent heel Nederland. Dat is altijd de eerste zin bij een antwoord. Hè. Ik snap uw probleem. Nederland denkt bij zichzelf, nou en, help me. Dat doen we ook. Hè. 925 miljoen. Bijna 1 miljard, hè? Bijna 1 miljard, dat klinkt nog beter. Of slechter eigenlijk, naar een of andere privaatstichting. Een stichting met een commerciële partij daarachter. Geld wat uitgegeven is door de overheid zonder een vorm van aanbesteding, dat wettelijk wel moet. Maar waar ook geen inzicht en controle op is. Dat kan toch niet? Nee. Iedereen snakt naar vrijheid. Dat er gekeken wordt, dat kan er ook met testen, dat vind ik logisch. Maar dat je zoveel geld zo ongecontroleerd over de balk heen smijt, terwijl de ondernemers die een horeca hebben nog steeds dicht zijn. Ik begrijp het oprecht niet. Het is toch helemaal waals als je... Hey, kijk, de Tweede Kamer heeft een aantal belangrijke functies. En als Kamer ga je over het budgetrecht. Ja. En dan zie je dat op een schimmige manier er bijna 1 miljard euro wordt overgemaakt aan een stichting waar er geen enkel toezicht op is. Niemand heeft de Kamer om toestemming gevraagd om dat geld over te maken in de richting van een stichting, dat kan gewoon niet. Wat gaan ze nou daar eigenlijk mee doen met die 950 miljard? Want ik denk, volgens mij, als je dat een beetje goed besteedt, heb je heel Nederland binnen een maand gevaccineerd. Dat zou je denken. Dus dat zijn precies de vragen die wij ook hebben. En minister De Jonge nu ook om opheldering vragen. Waarom gebeurt dit? Cadeautjes voor een stichting, een commerciële partij die erachter zit. Met heel onduidelijke bestemmingen. Dus dat moeten we nu gaan uitvinden. Het is een demissionair kabinet, maar op corona hebben ze dan wel meegekregen dat ze besluiten mogen nemen. Maar dat betekent niet dat je het budgetrecht van de Kamer met voeten moet gaan treden. Dit kan gewoon niet.